Afgelopen woensdag organiseerde Resto van Harten in wijkcentrum De Enk... ...een integratiediner in samenwerking met onder andere Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en Stichting Comac. Het diner bestond uit Syrische en Afghaanse gerechten. Onder toezend oog van chefkok Joris de Boer werd het een heerlijk diner. Naast heerlijk eten trad de Persische dwarsfluit virtuoos Gosro op... ...en kon het publiek genieten van een buikdanseres. Door deze avond kwamen veel verschillende culturen met elkaar in gesprek. En dat was de bedoeling.